In het ziekenhuis ligt een patiënt ongeveer 80% van de tijd op bed. Hierdoor nemen breinfunctie, spierkracht en uithoudingsvermogen sterk af. Uw conditie kan dus behoorlijk verslechteren tijdens een ziekenhuisopname. Wij willen deze afname zoveel mogelijk tegengaan en geven u advies over hoe u zo fit mogelijk kunt blijven tijdens uw opname. Zo heeft u de regie van uw herstel in eigen handen. Voordat u wordt opgenomen in het ziekenhuis, is het belangrijk dat u blijft doen wat u normaal gesproken thuis ook doet. Bijvoorbeeld met uw partner of mantelzorger, zodat uw conditie niet te veel afneemt. Tijdens uw opname adviseren wij u overdag geen pyjama en sloffen te dragen. Neem comfortabele kleding en stevige schoenen mee, zodat u ook makkelijk kunt bewegen. Misschien heeft u behoefte aan een ontspannende activiteit tijdens de opname. Neem hiervoor iets mee, zoals muziek of een leesboek. Als u hulpmiddelen gebruikt of tijdens uw opname nodig heeft, denk aan een wandelstok of rollator, vergeet deze dan niet mee te nemen. Tijdens het herstel in het ziekenhuis is het belangrijk dat u wat u thuis kunt, nu ook zelf doet. De zorgverlener zal u hierbij blijven stimuleren. Draag tijdens uw opname zo snel mogelijk normale kleding. Het is beter om overdag in de stoel te zitten dan in bed te liggen. Doe wat u zelf kunt tijdens uw verzorging. Pak uw beweging gedurende de dag. Bepaal samen met uw zorgverlener welke beweging mogelijk is. Haal bijvoorbeeld zelf een kop koffie en loop rond over de afdeling. Bewegingen hoeven niet groot te zijn. Regelmatig zitten en lichte oefeningen met armen en benen kunnen uw herstel al goed helpen. Gebruik uw bed alleen waarvoor het bedoeld is, om te slapen en te rusten. Probeer uw conditie verder op te bouwen als u weer thuis bent. Blijf actief bewegen. Heeft u advies nodig? Vraag het tijdens uw opname aan het behandelteam. Beter uit bed, de beste stap naar herstel.